Vanavond zal er in Video Reo een dorpsraadvergadering gehouden worden. En die dorpsraadvergadering zal geheel gewijd zijn aan het thema mobiliteit. Het is een openbare vergadering en in die vergadering zullen Sidney van den Berg, wethouder van de gemeente Os, en Alice Seelen, beleidsadviseur, een toelichting geven op het mobiliteitsbeleid van de gemeente Os, dat onlangs is voorgesteld door burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Daarnaast zal alles rondom de verkeerssituatie die samenhangt met de meanderende Waas, het dijkverbredings- en verzwaringstraject, nogmaals worden toegelicht door de mensen die daarbij betrokken zijn. En tenslotte zal Ella de Wild van de dorpsraad een toelichting geven op de gevolgen van dit mobiliteitsbeleid voor het stadje Ravenstein. We staan hier met Ella Nelen, beleidsadviseur van de gemeente Os. Je hebt vandaag ook een gedeelte van de presentatie op je genomen over de mobiliteitsvisie van de gemeente Os. Hoe vind je de reactie van de mensen hier? De reactie van de mensen was betrokken en nieuwsgierig. Ze wilden graag meer weten. En vooral ook hoe dat dan in Ravenstein gaat uitpakken. En dat is dan ook gelijk het moeilijke aan zo'n verhaal. We hebben natuurlijk nu een verhaal gemaakt op hoofdlijnen. En kunnen nog lang niet aan de mensen uitleggen wat dat dan precies betekent voor Ravenstein. Het eindbeeld, als wij het verhaal vertellen van we willen meer ruimte maken voor ontmoeten en verblijven, dat wordt heel positief ontvangen. Maar tegelijkertijd zijn ze ook wel een beetje huiverig van wat betekent dat dan voor die auto? En lukt dat dan allemaal wel? Ja. En we moeten toch wel overal kunnen blijven komen? En hoe gaat het dan met mensen die echt afhankelijk zijn van die auto? Ja. Dus dat is wel de grootste gemene delen wat wij terug gaan horen in die avond. Okay. Ja. Want terug even op die mobiliteitsvisie. De fietser staat in pole position. En feitelijk hebben jullie ook gezegd hier, die auto, die vinden wij belangrijk. En die is soms ook onontbeerlijk om ook vervoer te kunnen regelen. Maar we willen de wijken autovrij maken zoveel mogelijk. En, een kleine correctie, we maken de wijken niet autovrij, maar autoluw hebben we gezegd. En dat betekent dat mensen echt wel overal kunnen blijven komen met die auto. Het is niet zo dat dat niet meer kan. Maar we willen vooral de auto's die door zo'n gebied heen rijden, of die best een ritje op de fiets kunnen maken. Je zult verbaasd zijn hoe vaak mensen toch uit gemak of uit, omdat de auto recht voor de deur staat, die auto pakken. Terwijl het korte ritten zijn, die prima met de fiets kunnen. En dan kun je je afvragen, als we met z'n allen in die auto blijven zitten, wordt het er niet beter op? We klagen allemaal over geluid en geluidoverlast en onveiligheid. We doen elkaar en ook jezelf enorm plezier als je vaker op de fiets gaat zitten. Ja. Het is veel gezonder, het is beter voor het milieu. Ja. En het is beter voor onze leefomgeving. Ja. En die beweging willen we heel graag proberen in gang te zetten. Ja. Autoverkeer is voor de kernen gewoon hartstikke belangrijk. Ja. En dat zal hier ook nog niet zo snel gaan verdwijnen. En nou, waar ga je dan als bewoner die auto 's avonds neerzetten? Is in een middeleeuwse stad of middeleeuws dorp gewoon een ontzettend moeilijk te beantwoorden vraag. En wat we daar met z'n allen van willen, dan moeten wij ook aan Os goed definiëren van wat we daar hiervan vinden. Ja. En zodat Os ook in het vormen van beleid, wat nou in de steiger staat, goed mee kan nemen hoe ze dat moeten spiegelen eigenlijk op Ravenstein en Megen bijvoorbeeld, want die hebben precies hetzelfde probleem. Ja. Want je sprak ook duidelijk over de beperkingen die de middeleeuwse stad heeft en dat je daar ook je verwachtingen misschien wel op moet aanpassen. Ja, ik denk dat de middeleeuwse stad geeft enorme uitdagingen en is een soort letterlijk een kruispunt tussen moderne behoeften en dingen waar ze in het verleden helemaal niet over nagedacht hebben. Toen alles nog met kar en wagen en te voet ging, waren er nog niet eens fietsen. Ja. Ja. Dus dat blijft een interessante uitdaging. Ja. De ene wil een tuintje en een hogere stoep, zoals hij vroeger was. En de andere wil gewoon zijn auto veilig voor de deur neerzetten. Ja. Ja. Ja, kan dat wel? Wat willen we nou eigenlijk met z'n allen? En dan moeten we gewoon goed gaan uitzoeken. Ja. En nou, ik hoop wel dat ze veel gas gegeven, want ik denk wel dat het zijn de verzeffen is dat er iets moet gaan gebeuren. Ja. Voor mijzelf, waar donators, waar ik heel erg voor sta, is duidelijkheid. Dus of er nou blik in de straat mag of niet. Of dat het nou een mooie parkeerplaats ergens aan de rand van Ravenstein komt. Of dat je gewoon vrij mag parkeren. Het zal mijn eigen een beetje om het even zijn. Nou, natuurlijk hebben we wel een voorkeur. Ja. Maar het stukje dat het altijd onduidelijk is. En dat ik sprak nog net toevallig een dame die hier was. En die was voor het eerst bij de naast geweest. Die is hier ook namens, ik dacht de dorpsraad. Maar ze heeft zich even kort voorgesteld. Die was bij ons en die had geen idee of dat goed stond. En nou, dat hoor je natuurlijk heel veel. Ja. We weten de regels eigenlijk niet. En dat maakt het zo moeilijk. Dus ik denk als er duidelijke regels komen, dat dat het allerbelangrijkste is voor Ravenstein. Ja. En dan hopen dat voor zoveel bewoners, ondernemers, ouderen, dat voor zoveel mogelijk mensen gewoon een fijne situatie op kan leveren. Want die uitdaging
laten we daar maar eerlijk over zijn, dat is gewoon parkeren. Parkeren. Dat is een grote uitdaging. Ja. Er zit wel randuitdagingen bij. Hè? Ook wat zeggen van het toerijden naar Raafstein, hè? De snelheid op de dijk, hè? Hoe hard rijden ze. Maar ja, voor ons is het natuurlijk wel in het centrum, maar ik ben natuurlijk een centrumondernemer. Ja. Parkeren is het probleem. Het ging heel erg veel over fietsen. Welke rol fietsen staat op pole position, werd er Sidney van den Berg, de wethouder, verteld. Hoe zie jij Ravenstein daarin? Ravenstein is een knooppunt in de fietsverbinding tussen Herpen, Wijchen. Heel veel scholieren die moeten van hieraf naar Wijchen toe of ze moeten naar Os. Dus dat is een grote vraag. Er is ook een hele andere leeftijdsgroep dan mensen die recreatief gaan fietsen, bijvoorbeeld in het weekend. Maar als je het echt over fietsverkeer hebt als vervanger van de auto, dan hebben 18 minders eigenlijk helemaal geen keuze. Dat is gewoon al de fiets. Ja. Die is het nou al. Maar wat ze wel hebben bijvoorbeeld is een elektrische fiets. Ja. En waar die weg moet liggen, die F59, over die langzaam verkeerbrug, dat is een vraag die wij samen met de gemeente nog moeten beantwoorden. Maar dat doen wij niet alleen. Daarvoor zitten we ook met de dorpsraad Herpen om de tafel. Daar zijn hele goede gesprekken mee, hele goede connecties. En met de Ellen en de stuurgroep en de wethouder natuurlijk. Ja. Dus die definitie van moet die F59 naar het station? Is het vooral belangrijk dat het naar Bergen gaat? Over welke route dan? Mag daar landbouwverkeer op? Hoe doe je daar 's winters met verlichting? Is dat mogelijk in de polder? Is dat wenselijk? Allemaal van dat soort vragen, daar willen we mee helpen definiëren. En even voor de duiding, die F59, dat is het nieuwe snelfietspad tussen Os en Wijchen. Ja, dat is het doortrekken van de verbinding die er eigenlijk al ligt vanuit een bos. Okay. Net zoals de F50 meer noord-zuid is, is die F59 er ook, maar die loopt nog niet naar het oosten. Ja, okay. Ja, snelfietspaden voor de lange afstanden, voor de snelle fietsers, hè? De elektrische fietsen, de speedpedelecs, vooral voor woon-schoolverkeer of woon-werkverkeer. En binnen de wijken richten we ons meer op mooie fietspaden, fijne beleving, veel comfort voor de fietser, goede fietsenstallingen. Dat mensen uitgenodigd worden om te fietsen. Ja. En wat mij ook viel in de presentatie, die stations, die zijn ontzettend belangrijk, hè, voor de gemeente. Want dat zijn hubs, noemen ze dat geloof ik met een mooi woord, hè, om over te stappen op andere vervoermiddelen. En dat betekent voor Ravenstein ook heel veel. Ja, dat klopt. Het spoor, daar zien we heel veel kansen om met name de lange afstandsritten naar buiten de gemeente te maken. Ja. Dus dat willen we goed faciliteren. Ja. Dat kan ook als je goede fietsstallingen, vormen van deelvervoer op zo'n station maakt. Ook kunt overstappen op andere vormen van vervoer. En daar mag ook in Ravenstein nog wel wat aan verbeteren. Ja. Nou is hier een paar weken geleden ook een bijeenkomst geweest waarover de A50 verteld is. Toen zijn er twee varianten gepresenteerd aan de mensen. Maar inmiddels heeft de stuurgroep volgens mij een variant al als voorkeur gekozen. Ja. Kun je daar iets van zeggen? Ja, de stuurgroep die heeft inderdaad de voorkeur uitgesproken voor de 2x3 variant. Ja. De redenen daarvan zijn is dat het ook een robuuste oplossing is. De 2x4 variant is op de langere termijn wel wat robuuster, maar dat gaat echt over een heel lange periode. En door te kiezen voor deze variant hebben ze ook de mogelijkheid om de aansluitpunten op de autosnelweg, om daar ook in te investeren. Er liggen ook knelpunten en we hebben daar als gemeente ons ook op aangedrongen. Hè? Bijvoorbeeld bij Paalgraven. Je kunt de snelweg wel verbreden, maar als vervolgens op het knooppunt zelf de afwikkeling niet goed is, heb je nog een probleem. Ja. Ja. En dat heeft de stuurgroep overgenomen en dat gaat verder uitgewerkt worden, die variant. Ja. En dat betekent ook, wat er zoals de tweede keer verteld is, een tweede brug voor fietsers en tractorverkeer of landbouwverkeer. Ja, dat klopt. Ten zuiden of ten oosten van de huidige brug, hè, in ieder geval aan de kant van Niftrik, gaat dan een nieuwe brug gemaakt worden voor landbouwverkeer en fietsverkeer. Ja. Ja. Waarbij we ook hebben uitgesproken dat daar het landbouwverkeer gescheiden gaat worden van het fietsverkeer. Ja. Dus dat wordt geen gecombineerde, maar ze gaan van elkaar gescheiden worden, omdat dat ook belangrijk is voor de veiligheid van de fietsers. Ja. En vanavond is het verteld aan de mensen, maar hoe gaan die daar inspraak in hebben? Nou, we moeten nog heel veel plannen gaan uitwerken. Ik zei, het is echt een plan op hoofdlijnen. Dat moeten we gaan uitwerken. En dan zou het heel fijn zijn als we in die lokale uitwerking de mensen van Ravenstein ook mee gaan praten over hoe het moet, hoe die fiets eruit moet zien en hoe we dat het beste kunnen doen. Ja. Dus die betrokkenheid en dat meedenken, dat lokale denkwerk hebben wij wel hard nodig om de plannen ook echt goed en concreet te maken. Vooral de oproep meedoen. Want nu kun je nog iets zeggen. Ja, absoluut. Laat je stem gelden. info@dorpsraad.nl. Spreek mensen aan. Ik denk dat wij heel veel zichtbaarheid hebben binnen Ravenstein. Zorg dat je ons weet te vinden. Kom natuurlijk ook vooral op de,
op de dorpsraadvergaderingen. Ja, ja. Niet alleen als de gemeente Os hele interessante dingen te vertellen heeft, maar ook als wij zelf eens een... En ik richt me nou op de kijker. Omdat ik hoorde vanavond nog het signaal van... Jullie praten heel veel dossiers van Os. Nou, er lopen gelukkig nu een hele hoop dossiers lopen weer in een nieuwe versnelling, in een hoger plan. Maar kom alsjeblieft ook naar onze vergaderingen als wij eens wat lokale Ravensteinse discussies te voeren hebben of gesprekken of feedback zoeken. Ja. En maak ons dan ook blij met hoge bezoekersaantallen. Daar zitten we echt op te wachten. Ja. Of als je echt dringend behoefte hebt om naar jullie toe te treden, dan kan het ook gewoon via mail, begreep ik. Ja, absoluut. Ja. Of gewoon aanspreken. En zoals ik al zei, ik hoop dat onze zichtbaarheid hoog genoeg is. Oké. Okay. Nou, bedankt en succes met je verdere vragen die gesteld gaan worden aan de medewerkers. Ja, dank u wel. Oké. Okay.